Wij van NRG, wij zijn benieuwd hoe de infrastructuur omgaat met de risico's van zijn assets. En we gaan graag de dialoog hierover aan met de sector. NRG is de Nuclear Research and Consultancy Groep. En naast een reactor voor het produceren van radiologische medische isotopen, leveren wij ook dienstverlening, onder andere aan de infrastructuur. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan Rijkswaterstaat, aan ProRail. De windmarkt is een belangrijke sector voor ons. En eigenlijk overal waar de maatschappij of de infrasector met risico's te maken krijgt, daar kunnen wij een toegevoegde waarde brengen. Nou, wij proberen te achterhalen waar mogelijke risico's liggen. En dat kunnen risico's zijn op verschillende gebieden. Maar eigenlijk overal waar de impact daarvan op de maatschappij, zeg maar, zo groot is dat je dat van tevoren goed afgedekt wil hebben. Daar komen wij in beeld. Nou, we willen graag een dialoog aangaan omdat je als bedrijf, als overheid, als stakeholder graag vooraf wil weten waar je risico's liggen. Dat je kunt inschatten van waarmee heb ik te maken, ben ik op de hoogte van mijn risico's en zijn ze acceptabel? Heb ik die keuze gemaakt van tevoren, bewust? En als dat antwoord nee is of als je daarover twijfelt, dan is het van belang om dat aan te kaarten in een tijdige, passende manier. Een pakkende uitspraak, een risicoanalyse kost duizenden dollars. Een groot ongeluk kost miljoenen dollars, maar erger nog, misschien ook mensenlevens.